Yo, kijkers van Online Games en van hartelijk welkom weer terug bij een gloednieuwe informatie over de jongens. De zomerstop is ten einde vanaf aanstaande maandag. Is het eindelijk zover? Overmorgen dus eigenlijk. De zomerstop, het is voorbij en we gaan gewoon weer lekker verder waar we natuurlijk voor de zomerstop waren gebleven. Ik heb behoorlijk veel zin, 4 weken geen opnames gehad. En nu gaan we weer tegenaan hè. Laten we eens even kijken hoe we het de komende week gaan doen. Dit is de opnameschema voor de komende tijd. Maandag tot en met vrijdag gewoon uiteraard Minecraft Survival. Dat blijft zo staan. En dan op de maandag 5:30, dinsdag 5:30, donderdag 5:30 en vrijdag 5:30. Het vierde seizoen, jawel, van Prison Architect. We gaan weer lekker Prison Architect doen. Ik heb behoorlijk veel zin in. Er is een hoop dingen nieuw. Nee, ik vond dat het weer tijd is voor een vierde seizoen. En dat gaan we lekker maandag gewoon direct mee beginnen. Dan op de woensdag 5:30. Forza Horizon 5. Ook op de maandag 6:30. Woensdag 6:30. En dan op de donderdag om 6:30. Forza Horizon nummertje 5. Dus in ieder geval voor dat. Dan 6:30 op de dinsdag. En op de vrijdag. Planet Coaster. Ja. Planet Coaster is dus van 3 naar 2. Ik wil Planet Coaster langzamerhand ook aan een einde aan gaan beginnen. Omdat ja, het is toch eind augustus, begin september. Kan nog wel prima weer zijn om een pretpark te bezoeken. Ik wil ook om het weersysteem wil ik het ook een beetje erbij houden. Kijk, rond deze tijd is het gewoon mooi om aan een pretpark te gaan. Als we dus in oktober zitten, ja dan. Komt er sowieso iets nieuws. In oktober komt er sowieso iets nieuws. Niet 1 nieuwe serie, maar 2. Dan wil ik proberen om Planet Coaster eruit te halen. Dat gaat dan weg. En dan kunnen we kijken of ik hier en daar nog wat dingetjes kan veranderen. Op de woensdag 6:30 heb ik dus ook staan voetbalvoorspellingen. Dat wil zin in dat we natuurlijk volgend seizoen. Ik heb de keukenkampioen divisie, de hele voorspelling, de hele lijst. Die heb ik afgemaakt al. De eredivisie. Daar moet ik nog aan beginnen, maar daar heb ik zeker nog een week de tijd voor, anderhalve week. En dan moet dat af zijn. Dan maar dat, ja. Dat is geen enkel probleem, het zijn er maar 18. Dus ik ben de keukenkampioen divisie, daar heb ik in één keer afgekregen in één dag. Dus dat zal al bij de eredivisie ook wel gewoon lukken. Dus in ieder geval dat. Bij de voetbalvoorspelling, ik ben natuurlijk wel een beetje bezig met al wedstrijden voorspellen. Speelronde 3 is natuurlijk bezig. En ja. Daar zo maar vanaf volgende week speelronde 4. Dan zien jullie dat ook. Gelijk erbij hoe ik het allemaal heb gedaan. Ik weet qua voetbalvoorspelling. Ik weet niet of ik het hele seizoen dat ga doen. Ja natuurlijk blijft gewoon het hele seizoen. Maar ik weet niet of ik elke week een video erop kan. Want dat is ook een klein beetje ook een beetje saai dan. Kijk als je dat 1 keer per maand doet. Of 1 keer in de 2 weken. Dat is ook al lang zat. Maar wat ik ook al zei, nu heb ik het vrij lekker vol staan. Ik heb niet al te veel. Daarom heb ik ook Prison Architect op 4. Maar in oktober gaat het waarschijnlijk van 4 naar 3 worden. Maar dan wil ik natuurlijk 2 nieuwe series. En ik wil toch van maandag tot met vrijdag het helemaal vol maken. En dat gaan we dus ook gewoon helemaal vol maken. Goed. De volgende info video, leuk om te weten, is op 1 oktober. Dus in ieder geval dat. Goed, in de maand augustus gaan we helemaal niks met speciaals doen. Dus af en toe doe ik wel een zaterdag stream. Maar dat doe ik in augustus niet. Dus in augustus gewoon weer echt helemaal gewoon perfect. Gewoon prima opbouwen. Dan gaan we naar de maand september. Ja, dat is al heel snel. Europese wedstrijden. Nederlands elftal speelt. En hier, ja, dat zal ik je ook even laten zien. En voor de rest is het niet veel aan te doen. Europese wedstrijden. Ze zijn bezig. AZ en Twente speelt nog de voorbereidingen voor de Conference League. AZ is bijna zo goed als door. Twente, ja, heeft verloren met 2-1. Dus ze moeten aankomende week flink aan de bak. Maar Ajax en Feyenoord is er. PSV is natuurlijk ook voor bijna voor de Champions League. Maar PSV gaat sowieso een groepsfase in. Als PSV de laatste wedstrijd zeg maar verliest aankomende week, dan gaat het naar groepsfase UEFA Europa League. Dus eigenlijk is PSV eigenlijk ook definitief door
Of het nou Champions League is of Europa League. Dat maakt niet zoveel uit. Maar wij gaan dat doen. Speelronde 1 is op 3 of 4 september. Dat ligt er net aan. Vorig jaar hadden we alles op zondag gedaan. Maar dat komt omdat ik ook elke zaterdag hier was. En dat ga ik dus nu dit jaar niet doen. Daarom gaan we het gewoon weer... Ja, het opsplitsen, zeg maar. Kijk, als er bijvoorbeeld 4 clubs zijn. 2 op zaterdag, 2 op zondag. Kan. Of 2 op zaterdag, 3 op zondag. Als er alle 5 erin zitten. Ja, nou, dat zou wel heel mooi zijn. Dus speelronde 1, 3 of 4 september. Dan, een week later alweer. 10 of 11 september. Speelronde 2. Heel snel. Dan zit er 2 weken ertussen. Dan krijg je speelronde 3. Dat is 1 of 2 oktober. Ja, ik weet ook niet wanneer dat de tijdstip. Ik weet ook niet wie tegen wie speelt. Dus ik kan wel intikken Ajax zo laat, Feyenoord zo laat, PSV die aan die dat. Dat weet ik allemaal niet. Maar dan ga ik, als de loting alles klaar is, de groepsfase alles, dan ga ik er rustig bij zitten en dan ga ik alle wedstrijden op de tijdstip doen. Dan maak ik er een fotootje van, zet ik het op Instagram en natuurlijk op Facebook voor in ieder geval dat. Goed, dan hebben we dat gedaan. Goed, voor de Europese wedstrijd. Omdat er 1 oktober een infovideo komt, daarom hebben we ook speelronde 3 ook maar na 3-4 erbij gezet. Dan zit ik alweer op de helft, hè. De eerste elftal wedstrijden, ook ja, die komen er aan. Polen tegen Nederland. 20 september om 6:30. Dan, dit is van de Nations League, hè. Nederland tegen België, 23 september om 6:30 of om 6:30. Dat weet ik zo nog niet precies. Dus in ieder geval voor dat, voor het Nederlands elftal wedstrijd. Dan hebben we zaterdag 24 september. Minecraft Survivor om 2:00 of om 8:00. Ja, ik weet het niet. Ik kan zeggen dat ik het zaterdagmiddag doe. Maar ik kan ook zeggen, hey, weet je... Het is ook wel eens een keer leuk om het s'avonds te doen. Want diamonds, dat heb ik toch wel nodig. In de laatste video van 4 weken geleden had ik iets van, wat is het, 10 diamonds of zo, week van 12. Ergens tussen 10 en 15 diamonds hebben, ja. Dat is wel een beetje, maar je wilt toch, een mens heeft nooit genoeg diamonds in Minecraft. Dus daar moeten we echt flinke marathon, dan heb ik niet over 2:00, maar wil ik echt gewoon ruim 3:00 gaan doen. Als ik daar tijd voor heb. Goed, dan heb ik hier een tekstje staan. Dat hoort er hier natuurlijk ook bij. Is nog niet zeker of dit doorgaat. Waarom? Dat komt. Speelronde 2, 10 of 11 september. Dat is in een week. De week erna even rust. De week erna is dus op 24 september. Maar de week erna is het dan weer 1 of 2 oktober. Speelronde 3. Dus dan heb je eigenlijk 2 weken. Dan week rust, dan heb je weer 2 weken. En speelronde 4, dat is ook de week erna. Dat heb ik alvast ingezet, maar ik heb er hier dan niet echt bij gedaan. Omdat we dat dus in de volgende informatievideo dat natuurlijk gewoon weer echt bijzetten. Omdat dan anders niet al te veel is. Dus ja, dan wordt dit veranderd in september, wordt dat veranderd in oktober. Dus in ieder geval dat. Dus dan is dit in ieder geval duidelijk. Ik zal het ook... En mijn hoogtepunt zetten van Instagram kun je er altijd naar kijken. Ook de opnames zien. Ik zal de opnames zien, maar ook op Facebook vastzetten. Je kunt het vastzetten dat het altijd bovenaan staat als er een bericht komt. Dan zakt het niet omlaag, maar blijft dat gewoon standaard helemaal bovenaan staan. Goed, dus is dit allemaal duidelijk. Ik hoop het van jullie. Maak er zelf ook een foto van. Maar ja. Jullie zullen van tevoren zien, 24 uur van tevoren zien jullie vanzelf gewoon al op YouTube staan. Opnameschema maandag tot en met vrijdag is gewoon iedereen uit. De infovideo is heel klein, maar het is dus op 1 oktober. 1 oktober, dus dat is week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6. Dus 1 oktober. Is dit. Dus op een zaterdag. Dus 6 weken lang is dit dus de opname misschien. Dus het is iets langer dan normaal. Ja, weet je, ik kan wel zeggen, joh, we doen over 2 weken een informatievideo. Maar dat heeft helemaal geen zin. Dat heeft geen zin.
Dus daarom doen we het gewoon lekker zo. Ja? Ik ga het hier zo belaten. Voor vandaag. We zijn ja wat langer bezig, 10 minuten. Maar dat is normaal. Na de zomerstop is altijd normaal om het allemaal op te starten. Goed. Aankomende maandag, overmorgen, beginnen we lekker met Minecraft. We beginnen natuurlijk met het vierde seizoen van Prison Architect. Goed. En uiteraard natuurlijk, ja, al andere Force Rose of Web. Gaat gewoon verder waar we de vorige keer waren gebleven. Samen met Minecraft, het zijn met Planet Coast. En natuurlijk een nieuw seizoen van de voetbalvoorspelling. Goed, ik ga het hier eens belaten. Alles helder en duidelijk. Hebben jullie nog vragen? Laat me weten, je mag maar altijd een mail doen. Staat allemaal daar. Instagram, volg je mij nog niet, linkje in de beschrijving hetzelfde. Facebook, een linkje in de beschrijving. Maar je kunt het ook op mijn YouTube kanaal, als je kijkt, rechts staat er. Instagram, Facebook en mail, dan kun je me mailen. Goed, kijk eens, ik ga het hier zo blad. Blijf kijken, blijf van liken. En uiteraard tot de volgende keer. En hopelijk zijn jullie er maanden er ook bij een nieuw seizoen van Prison Architect. Mazzel!